Nee, dit is niet blond. Dit is wit. Oh ja. Ja, die ook trouwens vanochtend. Ja toch, niet dan? Een bijzondere Raymond de Veld het oordeel. Tof of niet tof? Ja toch, niet dan? Ik ben Rachel Kramer. Ik ben een zangeres. Mijn passie is countrymuziek. In de jaren 2000, 2001 heb ik in een groepje gezeten. Dat heette Chaotic. Daar kom ik van. Daar wil ik wonen. Het is een prachtige muzikale plek waar je hele mooie muziek kan maken. En ja, dat zou ik wel echt... Misschien ben ik na een jaar er klaar mee, maar... Nou, ik vind spinnen niet heel eng. Ze moeten niet heel groot worden. Ze moeten vooral niet te dik zijn ook. Maar pissebedden en zo. Ugh. Insecten, pissebedden, weet ik veel van alles wat enigszins kriebelt. Midden. Chaotic. Ik heb er een hele familie bij gekregen. Hoe oud was ik? 20 jaar kwam ik in een groepje Chaotic terecht door een programma. En op een of andere manier hebben ze ons zo geauditeerd dat we allemaal bij elkaar passen. Dat hebben ze echt heel goed gedaan. Dus ik heb eigenlijk heel veel broertjes en zusjes erbij. Hele mooie muziek mogen maken en heel veel dingen mee mogen maken. En we zien elkaar nog dagelijks, dus heel tof. 2015 hebben we een reunie gehad. Zou het weer doen snel? Nee, misschien over 10 jaar. Jezus, dan ben ik echt oud. 50. Als je er niet bij was geweest, heb je het gemist. Ja. Heel tof. Nou, met Chaotic hebben we dat wel gehad. Ik zelf nog niet echt. Maar ja, stiekem hoop ik ooit nog dat country liedje ergens in de top 40. Het gaat altijd om het liedje. Top 10. Het moet dan ook een beetje geluk hebben. Net in de goede handen terechtkomen. Top 5. Ja, je weet het nooit. Maar ik doe mijn best. Ik ben ermee bezig. Nou, zullen we het even over hebben? Normaal ga ik altijd voor mijn nagels. Maar in de coronatijd was daar dus geen... Er was geen zaak open die het deed. En ik moet zeggen, ik ben één keer geweest, maar mijn nagels willen op een of andere manier niet meer. Dus ik heb nu mijn eigen kleine rotnageltjes. Dus dit. Je hebt zeg maar maagverkleining en een gastric. En een gastric houdt in dat je maag eigenlijk wordt overgeslagen. Dus waardoor je heel snel verteert. Maar daar word je ook heel snel ziek van. Dus je moet vitamine slikken en al die troep. Daar was ik niet heel goed in. Dus toen ben ik eigenlijk een hele periode ziek geweest. Als ik druk werd, werd ik ziek. Vooral heel ziek zijn. En nu heb ik het eindelijk onder controle. En dan word ik weer langzaam zwaarder. Dus dan moet ik weer mijn gewicht. Het is een beetje een gevecht. Maar ja, weet je, je hebt wel een voorsprong. En je kan niet zoveel eten. Maar ik moet leren eten wat goed voor me is en waar ik gezond door blijf. Zo, dat een beetje, ja. Al heb ik dat gevecht met mijn gewicht al vanaf jongs af aan. En houdt het niet met de maagverkleining op. Opnieuw leren eten, opnieuw leren denken, opnieuw leren leven. Maar het blijft een struggle eigenlijk. Dus, maar misschien zit het ook meer in je hoofd. Ik denk dat het voor heel veel vrouwen zo wel is. Ik zou het zo weer doen. Als ik erover... Ja, nee, ik zou het zo weer doen. Dus zo. Top. Ja, ook. Ik heb ook een grijze haar gevonden. In dit haar. Ja, ook. Ja, daar heb ik mijn schatje gevonden. Ja. Dat is ook lang geleden, by the way. Los op de dansvloer. Heel graag. Zou ik echt wel heel lekker vinden nu. Dat deed ik eigenlijk al vanaf heel jongs af aan, los op de dansvloer. Dus toevallig ga ik vanavond naar, ik moet het even goed zeggen, Hug, ergens in Rotterdam. En dan hoop ik dat ik mag dansen. Volgens mij moet je bij je tafel blijven staan. Maar dat doe ik niet. Ik ga er gewoon naast staan. Dus, tof.
Oh, ik ben heel erg van de chocola. Word er ziek van, maar ik vind het nog steeds lekker. Ja! Ja, ik luister nu natuurlijk niet een stuk minder naar hiphop, maar nog steeds tof. Ah! Niet te doen. Nee, echt niet te doen. Ik kan er niet naar luisteren. Het doet echt... Ah, dus dit, ja. Niet tof. Oh ja, fan. Ik moet heel eerlijk zeggen, tot voor mijn gastric heb ik het 2 keer geprobeerd. Toen dacht ik, wat is het nut hiervan? Want ik vind het alleen maar pijn doen en als het ergens zit, dan gaat het voor mijn gevoel heel scheef. Maar toen ik heel veel afviel, ik had natuurlijk al een lekkere volle toet. En toen opeens had ik geen volle toet meer. En toen kreeg ik ineens hier rimpeltjes, daar rimpeltjes en dat. Toen ben ik toch wel even naar een goede dokter gegaan. En in de coronatijd mocht je natuurlijk ook niet. Dus ik ben van de week geweest. En ik ben er weer heel erg blij mee. Dus tof. Zo, dat was tof zeg. Ja toch? Niet dan?